Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video van de decembermaand. Vandaag ga ik kanalen reviewen. Ik heb lekker niks aan mijn haar gedaan. Ik zie er niet uit. Klopt. Ik lijk echt een monster zo. Nou, boeien. We gaan dus weer kanalen reviewen. Het is een wat kortere, want het is tweede kerstdag. Ik dacht van ja, ik kan weer een lange video maken. Maar ga fucking van je apparaat af als familie er is, weet je. De vorige video hadden jullie 31 likes achtergelaten. Nou, kijk, normaal is het gedeeld door 10 is het aantal mensen dat ik ga reviewen. Maar ja, eigenlijk kon ik gewoon maar 2 goede mensen vinden. Dus ik heb vandaag 2 uitgekozen om ook het video een beetje kort te laten. Maar dan wil ik wel dat jullie voor de volgende keer even wat meer likes dan 31 achterlaten. Want dit is echt weinig, mensen. We gaan maar gewoon snel beginnen met de eerste. Ik doe mijn koptelefoon even op. En dan kunnen we beginnen. En de eerste is Amy's Creation. Created to Create. Nou, dat is best wel een leuke titel op zich. Hier ook haar Insta ziet er wel clean uit. Best een... Ja, ik vind het gewoon... Kijk, weet je wat ik heel vaak heb? Heel veel mensen denken dat je echt een fucking uitgebreide banner nodig hebt. Met allemaal spul erop en helemaal volgepropt. Maar ik vind dit ook gewoon nice, weet je. Dit is zo simpel. Het is letterlijk een foto van bergen met wat mist, wat vogels die je best wel knap hebt uitgeknipt. Of die stonden op de foto, dat weet ik trouwens niet eens. En het ziet er gewoon heel netjes uit en dit vind ik gewoon eigenlijk al prima. Van het logo, je kan jezelf niet helemaal zien, dus ja, vind ik een beetje jammer. Maar laat ik naar de kanaaltrailer gaan kijken. Escape into Nature, Cinematic Creation, hashtag 7. Dat begingeluid was best wel vaag, even serieus. Dat geheig, weet je wel. Vond ik wel vaag, maar oké. Okay. Ziet er wel nice uit tot nu toe. Hey, die transition vind ik heel nice. Die heb ik zelf ook een keer gebruikt. Deze, wacht. Dit. Dus je zegt, dit vind ik nice, dit vind ik wel echt nice. Oh, dit is best smooth. Holy shit. Escape into Nature. Amy's Creation. Oh, dit is wel nice. Ook dat mooie type effect gedaan. Dat vind ik wel gewoon nice. Oh, dit is best dope. Holy shit, dit is best dope, man. Even serieus. Dit vind ik best wel heel erg dope. Voor mij was het hem. Ik vind dit de vetste video's die er zijn. Van die korte, ziek lang geëdit. Want ik weet dat zij hier legit langer mee bezig dan ik met deze video mee bezig ben. Want dat weet ik gewoon hoe lastig het edit is van dit. Maar dat vind ik echt ziek. Ik vind dit echt fucking vet. Ik had alleen wel in het begin, ja, ik vond het geluid een beetje raar. Kijk, aan de ene kant, het was wel... Dit dat geheig, ik vond het een beetje raar, weet je wel. Maar ik vond het wel echt nice. Ik vond het echt nice. We gaan nog even de laatste video bekijken. Die heb ik al bekeken, maar we gaan het toch nog even bekijken. Let's go. Oh, dit is wel... Wacht. Wat? Zeg niet dat ze dit frame voor frame heeft uitgeknipt. Hoe heeft ze dit gedaan? Heeft ze dit... Volgens mij heeft ze dit legit dus frame voor frame uitgeknipt. Holy shit, ouwe. Amy's Creation. Ja, dat is gewoon een soort intro. Dus ja, ik vind het wel nice. Dat is best dope gedaan. Gewoon echt... Kijk, weet je wat het is? Van iets heel fucking saai. Dus laten we even zeggen... Kijk, hier een fucking vogel. Weet je wel? Van iets heel saai. Let op wat ze er hiervan maakt. Het ziet er toch in één keer een stuk beter uit. Zo een beetje gemond. Ik vind dat echt vet. Ik vind het echt fucking nice. Ik vind het echt ziek nice. Kijk, weet je wat ik met zo'n kanaal heb? Op de video's heb ik helemaal niet zo heel veel aan te merken. Tuurlijk, misschien is het een beetje veel door elkaar. Op een manier of zo, weet je wel. Dat je bijvoorbeeld... Ja, ik weet niet, maar op de video heb ik niet heel veel aan te merken. Ik weet zeker als je er meer maakt, dat je vanzelf wel beter wordt. Dit is gewoon puur hoe meer je maakt, hoe beter je wordt. Weet je wel. Maar ik heb dan het idee van, kan je niet wat meer werken aan het promoten van jezelf? Of het vinden van... promotie van je kanaal. Want wat ik zie, je hebt nu 146 abonnees. Best wel weinig. Om gewoon even heel eerlijk, is best wel weinig. Zeker voor zo'n kanaal. En als ik dan naar je video's kijk, je pakt ook gewoon meer views dan dat je abonnees hebt. En dat is eigenlijk, heeft bijna geen één kanaal dat. Ik bedoel, ik pak echt een tiende van mijn subs pak ik aan views. Maar ik zou dan zeggen, probeer wat meer te zorgen dat de mensen op jou, zeg maar, ook abonneren. Zodat je kanaal in ieder geval wat meer subs hebt. Ziet er al een stuk beter uit. En een beetje te zorgen dat jij populairder wordt of zo op YouTube. Of dat jij iets regelmatiger uploadt. Waardoor je weet wat mensen kunnen verwachten. Want hier 4, 5, 7, 9, 10, 11 maanden geleden...
meestal review ik dit niet, maar ik vind het gewoon een te goed kanaal. Probeer dan iets, zeg maar, vaker te uploaden. Want het ziet, kijk, die video's zien er gewoon heel goed uit. Daar heb ik gewoon niks op aan te merken. Die video's die zijn gewoon ziek goed. Ik weet dat daar fucking veel tijd in zit. Alleen, ja, er zijn ook nog wel een paar verbeterpunten in die video's. Tuurlijk, je kan het net wat mooier maken. Net wat meer visuele effecten ook eroverheen gooien. Dus niet alleen de transitions doen tussen twee frames, maar ook de frames zelf proberen nog meer, misschien soms als een tekenfilm te lijken. Wie ik daar een heel mooi voorbeeld van vind, wie dat edit, is Zino. Hij was toen even heel erg in de picture door al die diss-tracks. Nou, ik heb hier ook even één diss-track van FC Roelie van tevoren. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is shots als dit maken. Dus bijvoorbeeld hier zie je dat die RGB-offset er een beetje is. En dan heb je hier zo, kijk of je misschien de shot zelf nog wat anders kan maken, zoals dit, weet je wel. En dan raad ik je ook zeker even dit kanaal aan, dat is dus die kerel die dat allemaal maakt. En die heeft heel veel van dat soort video's. Nou, laat ik even eentje aanklikken, untitled.project. Die heeft heel veel van dit soort video's, maakt hij. Nou, deze is dan wel wat korter. Nou, die is ook een beetje in dat genre van korte filmpjes, zoals je hier ook ziet, weet je wel, dit. Die doet precies dat soort zelfde dingen. En dan zou ik je gewoon aanraden om gewoon vaker naar dit soort dingen te gaan kijken. Waardoor je een beetje weet hoe je dat vet kan maken of zo, weet je wel. Dat je gewoon niet van hem moet nakken, maar wel inspiratie kan opdoen uit zijn dingen. Om het even zo te noemen. Maar voor de rest, ik vind het zeker echt heel goed. De thumbnails zijn gewoon echt goed. En weet je, ik heb er voor de rest gewoon niks op aan te merken. Maar ik zou dus kijken of je video's nog net wat beter kan krijgen door naar voorbeelden te kijken. En of je gewoon kan kijken of jij meer subs kan krijgen door met meer mensen samen te werken. Of meer op je Insta te doen of zo. Op een manier, weet ik veel. Zoiets. En we gaan door met Vivo. Moeilijke naam. En wat ik dan bedoel met die banners. Kijk, deze is dan weer heel druk. Maar dan vind ik hem minder clean. Dat dit niet helemaal goed is uitgeknipt. En hier staat random je Instagram. En die naam zo hier. Dit ziet er dan nog wel leuk uit. Maar clean is soms beter dan zo druk en slordig. Weet je wel. Maar we gaan even naar zijn video's. Nou, zijn thumbnails zien er gewoon degelijk uit. Hij uploadt echt meer dan vaak genoeg. Christmas montage. Special Lust Editor Vevo. Er klopt iets niet helemaal met je geluid, want volgens mij heb jij video's zo aanstaan terwijl ze nog niet zichtbaar zijn, want ik hoor je dus twee shotguns schoten. Die kloppen helemaal niet met het beeld. En dat vind ik echt, ik vind dat zo storend. Het is echt heel storend, vind ik het, dat er schoten zijn die niet eens kloppen. En voor de rest vind ik het niet een heel goed video. Want wat ik heel vaak heb met dit soort montages is letterlijk aan elkaar geplakte video's met een soort transition erin. En dan is het gewoon letterlijk een clip van 5 seconden overgang. Clip van 5 seconden overgang. Probeer die 5 seconden een keer leuk te maken. Dan maakt het mij niet eens zo heel erg uit als je overgang kut is. Probeer gewoon die 5 seconden leuk te maken. Dus gewoon dat je die 5 seconden, dat je die ook edit op het moment dat het bijvoorbeeld wordt geraakt. Dat het beeld in één keer, weet ik veel, trilt of zo. Dat het geluid überhaupt goed loopt. Nou, dat je dan dit erachter hebt, dat maakt mij niet eens heel veel uit. Ik bedoel, als de video goed is, maakt mij dat echt niet uit. Maar ik wil eigenlijk, hij doet alleen maar montages. Oké, nou kijken we gewoon nog even zijn meest bekeken montage. Oh, dat is ook een re-upload, lol. Nou, we gaan hem even kijken. Hier loopt het geluid weer niet gelijk. Ik vind het heel storend. Nou, ik kijk nog even één video. Kijk, weet je, dit vind ik dus al wel een stuk beter. Dat nu deze dingen ervoor komen en dit zo. En dit vind ik al dat je het een stuk interessanter maakt, om het even zo te zeggen. Dat je niet alleen maar de overgangen doet, maar dat je dat gewoon dit soort shit er tussendoor doet, vind ik een stuk beter. En dit ook. Hier, deze vind ik echt een stuk beter. Nou, dit shot duurt me te lang. Dit duurt me echt te lang. Ja, dit vind ik wel gewoon fucking Fortnite Mobile. Doe dat gewoon alsjeblieft niet. Ik bedoel, doe er niet Fortnite Mobile bij, want dat vind ik echt de grootste cringe die er is. Maar weet je wat ik heb? Ja, het geluid loopt gewoon niet helemaal goed soms. En dat vind ik echt storend. Ik vind dat echt het meest storende aan een YouTube video als het geluid niet goed loopt. Voor de rest, ik mis een beetje bij montage. Mis ik soms de editing. Soms is hij er wel, soms zijn ze er niet. En ja, het zijn sowieso geen clips van jezelf. Nee, oké, een deel zou wel van jezelf zijn. Maar wat ik dan merk is dat clips heel erg soms in kwaliteit verschillen of in beeld. Dus soms heb je in één keer dat de map niet op het beeld past en soms past de map in één keer wel op het beeld van Fortnite. Dat vind ik heel, heel storend, omdat je dan afgeleid raakt van het onderwerp. Voor de rest, je hebt nog niet echt een video gemaakt volgens mij wie je nou zelf bent. Misschien dat je dat nog wel even een keertje kan doen. Dus ik raad je gewoon aan, probeer het wat vaker te doen. Ga gewoon wel gewoon zo door, maar probeer iets meer die editing op te pakken en iets langer ermee bezig te zijn, waardoor het beter klinkt. En ook echt fix je geluid, alsjeblieft.
fix dat alsjeblieft. En misschien is het ook handig, want je werkt nu met een of ander raar programma om proberen het Premiere Pro op je computer te krijgen, want daarmee kan je wel echt veel mooiere dingen maken. Maar hey, dat was hem voor vandaag. Het is wat korter, denk ik. Geen idee, ik ben er best wel lang op ingegaan op allebei. Maar ik hoop dat je wel sowieso hebt genoten van deze video. Heb je dat nou, doe dan een blauw duimpje omhoog. Je weet dat de regel is, ook al week ik er vandaag vanaf. Maar het aantal likes gedeeld door 10 is het aantal mensen dat ik ga reviewen. Wil je gereviewd worden, moet je even een reactie achterlaten. De leukste reactie kies ik uit. Nou, eigenlijk kies ik meestal gewoon een reactie random uit. En dan kijk ik een beetje of het kanaal er een beetje degelijk uitziet. Want je kanaal moet wel een beetje degelijk uitzien. Doe gewoon een blauw duimpje omhoog. Ik zie je morgen bij een nieuwe video van de decembermaat weer. Want ja, het is decembermaat, hè. De laatste week, dus even dik uploaden. Geniet nog van je tweede kerstdag, zover je daar nog van kan genieten. En dan zeg ik nu nog maar één ding. En dat is later.